We hebben een koude nacht achter de rug. Het was op veel plaatsen helder en daardoor kon het flink afkoelen. In het uiterste oosten van het land kwam het zelfs tot vorst aan de grond, voor het eerst na de zomer. Vandaag dan trekken de mistbanken snel op. Uiteindelijk komen er wel wat stapelwolken voor, de meeste in het oosten en noordoosten van het land. En vanochtend blijft het overal droog bij temperaturen van 16 of 17 graden. Vanmiddag kan er in het uiterste noordoosten van het land misschien een enkele bui vallen. Elders blijft het droog met veel zon en de temperatuur die loopt van noordwest naar zuidoost op naar 19 tot 22 graden. Vanavond is het dan weer grotendeels helder. De temperatuur ligt halverwege de avond tussen 16 en 18 graden en daarbij staat er weinig wind en daardoor is het vanavond ideaal om buiten nog wat dingen te doen. Morgen dan komen er vooral in de oostelijke helft stapelwolken voor. In het westen is het zonnig en het is wel een stuk warmer dan vandaag, met temperaturen van 21 tot 24 graden, met daarbij een meest matige oostenwind. De komende dagen dan zien we de wisselvalligheid geleidelijk toenemen. Maandag en dinsdag wordt het lokaal nog 24 graden, maar kan er wel een enkele regen of onweersbui vallen. Ook woensdag valt er een enkele bui, maar is de kans op onweer kleiner. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.